Yo! Zo, een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Paaszondag. Ik ben binnenwezen trainen. Ik wilde eigenlijk naar buiten om weer te gaan proberen hard te lopen. Alleen toen ik uit bed stapte, toen regende het. En toen had ik mij helemaal ingesteld op de gym. En ja, toen kwam ik eigenlijk buiten en toen was het toch droog. Maar goed, ik ben naar de gym geweest, dus... Is ook goed. Helemaal prima. Gistermiddag. Onze bekerwedstrijd tegen AZSV. Ja, wat moet ik daarover zeggen? Oké, één ding. We hebben gewonnen. We zijn door in de bekerwedstrijd. Hoe dat we hebben gedaan? Poh. Het was wel een dingetje hoor. Je bent aan het spelen en je voelt dat er wat in zit, maar het komt er niet uit. En ja, natuurlijk, dan maakt de tegenstander dan een doelpunt. Overigens wel een goed uitgespeeld doelpunt, geen lucky goal of iets wat je ook maar eens kan hebben. Nou ja, dan kom je dus net voor rust kom je op een 1-1. Was goed. Dat was een mooi goal. En dan ga je op een gegeven moment de rust in. En dan denk je van met een klein beetje positieverandering. Denk je dat je dan de boel wat beter kan neerzetten. Nou goed, dat gaat uiteindelijk ook wel wat beter. Toch komt boom. 2-1. Weer achter. Potverdorie nog eens ertoe. Nou goed, dan ben je aan het spelen en dan worden op een gegeven moment in de laatste minuten worden nog wat dingetjes gedaan. Kevin die naar voren gaat, ballen die er nog uithoudt. Dus we hebben wel ook in sommige gevallen ook wel wat mazzel gehad dat die er gewoon niet ging bij de tegenstander. Dat was ook goed. En wederom op slag van eindsignaal, pats, 2-2. Helemaal blij, helemaal door het dol heen. Want dan hebben ze dus geen verlenging, maar meteen strafschoppen. Nou ja, en die hebben uiteindelijk beter gedaan. Ze hebben de vorige keer hebben ze er 38 moeten nemen, wilden ze doorgaan. Nou goed, wij hadden de eerste 4. Het is natuurlijk om en om. Maar tot aan de vierde ging het goed. En toen moest Calito, die moest de vijfde doen. Die miste hem. Maar daarvoor had Kevin... En eentje gepakt. En dat was goed. Dus Calito had eigenlijk meteen de winnende op zijn slof. En die miste hem. Dus dan op een gegeven moment staat het 4-3. Dan kunnen zij het maken op 4-4. Dan ga je natuurlijk erdoor in de reeks. Maar Kevin pakte de tweede ook. En dat was leuk. Dat was goed. Dus nu zijn we door naar de volgende ronde. Dan meteen realiseren dat je dan op 24 april, s'avonds, een doordeweekse dag, woensdag 24 april, naar Excelsior reizen. Fijn, top. Moeten we weer wat regelen met werk, qua tijd. Maar goed, dat is al niet te min, we hebben het gefixt. Voor deze, als ik het goed heb begrepen, is het wel zo dat we voor het volgende seizoen, oké, ik ben er weliswaar geen zorgen meer, maar daar spreek ik nog steeds over. Dat we volgens hun in de grote bekerwedstrijd komen. Natuurlijk wel met voorrondes. Maar de echte KNVB-beker, waar de BVO's ook in zitten. De BVO's zijn dan de betaalde clubs. En als je daar zeg maar 1 of 2 rondes overleeft, dan heb je dus kans dat je een eerste divisieclub of misschien wel een eredivisieclub kan treffen. Met de bekerwedstrijd. Ja, hoe leuk zou dat op zich zijn? Maar goed, dat is allemaal nog... Dat moet allemaal nog tot stand komen. Dat is voor het volgende seizoen. Rest wel dat het dus volgens mij 12 augustus al de eerste bezigheid gespeeld wordt. Is wel vroeg. 12 augustus. Houdt in dat de voorbereiding helemaal aangepast moet worden. Maar goed, daar heb ik dan niks mee te maken. Dus daar hoef ik verder niks over te zeggen. Maar jongen. Het was wel wat hoor. Leuk om mee te maken dit. Nogmaals, ik hoop
echt dat wij nou nog door kunnen stomen naar de finale. Het zal helemaal te gek zijn als je dan ook nog de finale zou winnen. Dat zou wel echt een kerstje op de taart zijn voor, in dit geval voor mij persoonlijk. Om dan op die manier de afsluiting mee te maken. Dat je het jaar dat je binnenkomt gaat beginnen meteen omgezet wordt in een kampioenschap. Dus hebben we kampioen geworden in het jaar dat ik begonnen ben bij Juliana. Dat zou toch wel een hele mooie sluiting zijn als je dan ook nog eens een keer in een bekerwedstrijd een keer iets kan fixen, zeg maar. Het zou leuk zijn, maar goed, laten we niet op de dingen vooruit lopen. Het moet gewoon even afwachten. We moeten er gewoon voor gaan. Kunnen we op die manier nog zogezegd een prijsje pakken. Competitie moeten we volgende week ook maar eens weer even wat gaan winnen. Want ja, na afgelopen weekend en het weekend ervoor dat je verliest, sta je meteen weer een beetje krapjes. Onderaan nog niet kritisch, maar krapjes. En ook daar moet aan gewerkt worden. Daar moeten we ook nog steeds aan denken. Dus, maar goed. Ik ben inmiddels weer thuis. Dus daar ga ik afscheid nemen. En dan zeg ik tot de volgende week. Volgende week hebben we weer een... ik wil niet zeggen een drukke week, maar... We hebben een week om dingen te doen. Dus, komt goed. Ik zeg tot de volgende keer. Nogmaals fijne paasdagen, want dat is natuurlijk vandaag zondag en de morgen natuurlijk tweede paasdag. Fijne paasdag nog en dan tot volgende week. Ik zeg de groeten met een hele korte afscheid. En even duimpjes omhoog, even abonneren op mijn kanaal en dan komt het helemaal goed. Duimpje omhoog, abonneren. Klaar. Ik zeg ciao. De groeten. Ciao.